De vrouwen. En we hebben daar een volledig Belgisch onderrondje gehad tussen de West-Vlaamse Anja Nobus en de Belgische kampioene Hilde Quintes. Hilde Quintes hier aan de leiding op de klim achter het kasteel Grenier. We hadden hier geen Kupfernagel of Van der Zanden aan de start, de echte wereldtop. Het parcours is nogthans selectief genoeg. Iets te selectief misschien voor een aantal vrouwen. De lichte regen heeft er ook voor gezorgd dat hier een vettige brei ligt. Quintes, de Limburgse Belgische kampioene, was onlangs nog vijfde op het Europees kampioenschap in Tabor. Maar hier moet ze aanklampen en Anja Nobus laten winnen. Nobus haalt het dus voor Quintes en Loes Sels. En dit is de nieuwe trui van Niels Albert, die van Europees kampioen bij de juniores. Hij mag er voor het eerst mee starten. En rechts van hem staat op papier zijn zwaarste concurrent. Dat is Jean-Pi Drucker, de wereldbekerwinnaar in Zanktwendel. En hij is ook de Luxemburgse kampioen. En Niels Albert is het snelste weg, traditioneel, met de Fransman Lotellerie en met Bart Verschuren. Die Lotellerie, dat is een heel gevaarlijke klant, want hij geeft er direct een lap op de Franse kampioen. En dat is een heel ongewone situatie voor Niels Albert, de jonge belofte uit Baal-Tremelo. Hij verloor dit jaar nog geen enkele keer en nu moet hij plots gaan achtervolgen. Maar dat geldt ook voor Maxime de Busser. Hij is de leider in de superprestige. Hij is pas zesde. En Niels Albert die moet diep gaan, maar hij komt terug tot bij de Franse kampioen. Die op het EK in Tabor brons won en sindsdien geen enkele wedstrijd meer reed. En dan twee ronden van het einde. Lotellerie die gaat onderuit, hier voor de afdaling. Hij krabbelt snel terug recht. Dit is het moment voor Niels Albert om terug te komen. Maar Albert heeft het ook een beetje moeilijk gehad. Is net had last van zijn opspringende ketting en kan het gat niet meteen dichtmaken. Daar komt hij, heel voorzichtig, heel vettig is het hier. Moeilijk om aan te klampen. En Lotellerie moet hij laten gaan. De kloof krijgt hij niet meer dicht. De Fransman wint. Niels Albert moet vrede nemen met een tweede plaats. En zijn dorpsgenoot Verschuren wordt derde. Ik ken hem, ja. Hij was derde op de Europees. Maar dat je het zeggen. De mindere dagen komen er ook bij, dus met leren leven. Hè. Voor het eerst verliezen dit seizoen, dus dat is een ander gevoel. Een ander gevoel. Als ik de schoonste wedstrijden maar kan winnen, ben ik content. Maar iedereen rijdt, iedereen traint, dus ja, het zal altijd strijd zijn. Hè. Ja, altijd strijd zijn en het is zeker ook goed voor Niels Albert zelf dat hij eens leert een wedstrijd verliezen. Omgaan met een nederlaag, het is ook zeker goed met het oog op een verdere carrière. Na de vrouwen, na de juniores, hebben we ook een mooie wedstrijd gekregen voor beloften. En een mooie wedstrijd, waarom? Omdat we deze man aan de start krijgen. Enrico Franzoy, de wereldkampioen. Met links van hem Zlamalek, de Europese kampioen. En we zien er al meteen bij de start, centraal in beeld, Radomir Šimunek, die uit zijn voethaken schoot en zo goed als 20 man moet laten passeren. Arnouds, beste weg, dan Franzoy, dan Van der Linden. We zien ook Kevin Pauwels, Bina, Van Tornhout, Welles en Soetes. Wesley van der Linden wacht niet te lang om meteen een aanval te plaatsen. Het is loodzwaar hier. Hier gaat hij. Enrico Franzoy, de wereldkampioen, gaat mee. U weet nog, vorig jaar was Van der Linden tweede op het wereldkampioenschap waar Franzoy won. Klaas van Tornhout is die man in het groen. Hij is teruggekomen tot bij de twee leiders. Van Tornhout moet ook wel, want hij is leider in de tussenstand om de superprestige. Hij kan die twee niet zomaar laten gaan. We krijgen een lang gerekt lint. Tweede keer de zware klim op en we zien daar Franzoy die voet aan de grond moet zetten. En op dat ogenblik profiteert Wesley van der Linden er ook van om in de aanval te gaan op deze zware klim. Heel snedig gaat hij naar boven, de man uit Brakel, van der Linden. Daar rijdt hij uit beeld, daar is Franzoy. Het gaat niet meteen, kijkt naar Zlamalek, neem jij maar over. Zlamalek kijkt om naar Arnouds en de andere en van der Linden kan gaan vliegen. In de achtergrond gaat het voor sommigen iets moeilijker. Dit is Cox. Hier is Arnouds. Hij rijdt in tweede positie en hij rijdt weg van de ander. Hij ziet het gevaar. Hij ziet dat deze Van der Linden heel snedig door de bochten gaat. Heel makkelijk alle hindernissen neemt. Hij moet wel iets doen. Hij mag niet bij Franzoy blijven. Hier is onze vriend Cox opnieuw. Het blijft moeilijk gaan, maar veldrijden is absoluut niet gemakkelijk. En we zeggen het al, Gaveren is een verschrikkelijk moeilijk parcours. We zien er ook nog Geert Welles en de Pool Kuzniak uit het beeld schuiven. Zij gaan op zoek naar Bart Arnouds, op zoek naar de tweede plaats. Hier dus Arnouds die het moeilijk krijgt. Daar komt Geert Welles, de jongere broer van Bart, in zijn typische stijl. Hier een man die in de tweede ronde al zijn achterwiel stuk reed, maar heel de wedstrijd bleef lopen. En vallen en opstaan, het is heel de ronde, heel de wedstrijd krijgen we dat te zien.
fiets net op tijd weg om Kuzniak te laten passeren. Maar Stig Geerts heeft het moeilijker. Hij gaat tegen de grond en kan daar helemaal niet om lachen. Geerts net op tijd uit de weg voor Zlamalik en Kizivat. Hier Bart Arnouts nog steeds in tweede positie. Van der Linde leidt definitief weg. Daar is Franzooi, die komt terug met Zlamalik. Hier zijn ze, Zlamalik en Franzooi. Franzooi gaat al over Arnouts en Zlamalik loopt voorbij Arnouts. Jammer, want heel de cross in tweede positie gereden. En dan die laatste ronde wordt Arnouts voorbij gegaan door de Italiaan en door de Tsjechische Europese kampioen. Een vierde plaats plots voor Bart Arnouts. Maar Arnouts is een vechter, hij bijt terug. Zlamalik krijgt het moeilijk en Arnouts gaat terug over Zlamalik. Maar aan deze man, aan Wesley van der Linde, valt niks meer te doen. Hij won in Sint-Michiels Gestel. Hij wint hier nu ook in Gaveren. Vorig jaar was hij hier ook de beste, maar na een zadelbreuk eindigde hij pas vijfde. En kijk, in de spurt wint Arnoutse toch nog van Franzooi en pakt zo de tweede plaats voor de Italiaan en voor Zlamalik. Soetes werd vijfde, Pauwels zesde, Kuzniak zevende, Kizivat achtste, Welles negende, Bina tiende en Van Tornhout pas elfde. En Van Tornhout doet daarmee een heel slechte zaak, want hij is zijn leidersplaats kwijt in de superprestige. Hij volgt nu op 11 punten van de nieuwe leider en dat is Wesley van der Linde. Te vroeg weg, dat mag niet. In de theorie wordt hij daarvoor gedeclasseerd. Maar we kijken deze halve seconde nog wel door de vingers. En wel eens meteen naar de leiding. Heel krachtig. Nu, het is ook belangrijk in deze wedstrijd om snel vooraan te zitten. Ik kan nog wel makkelijk terugkomen omdat het zo zwaar is. Maar het parcours ligt er zo slecht bij dat je best als eerste de moeilijke hindernis neemt. En het is nog steeds wel eens voor Berden die als eerste het veld in gaat. De Fransen zitten daar achteraan. Ook Vervecken is goed mee. En Nijs en Dlask en Van Toerenhout, Van Oppen, Jejek, Hoyle, Groenendaal ook goed. De Knecht, alle topfavorieten lijken mij hun start niet gemist te hebben. We zien hier ook met de 35 crossers. Dat is niet overdreven veel. En dat is misschien wel een goede zaak op dit parcours. Nu gaan ze meteen een heel moeilijke afdaling nemen. Haakse bocht. Kwestie van op tijd van je fietsen stappen hier. Wel eens als eerste al enkele meters voorsprong genomen op Ben Berde. Dan Vervecke, Van Toerenhout, Nijs, Dlask, Van Oppen, Jill, De Pool, Jezek, Hoyle, Groenendaal. Jacob zit daar ook met Daalmans, Seko. En het hele pak, alles uit elkaar. Gaat Bart wel eens hier iedereen terug bij de keel grijpen? Hier wandelen ze al achteraan, Tim Pauwels. En waar zit Bart wel eens vooraan? Is er al voorbij. Daar komt Bart Welles. Heeft een meter of twee op Berden. Dit is een moeilijk stukje. Veel renners lopen hier. Welles fietst daar. Berden fietst ook. Van Toerenhout ook. Bij de jeugdcategorieën was die er een beetje. Ja, de helft loopt, de helft fietst. Hier zijn het allemaal sterke mannen. En voorlopig is het enkel Jezek die van de fiets gaat. Ook Seko moet wandelen. En Van Sandvliet. Van Sandvliet, ex-winnaar hier. Dat weet u ook nog wel. De wereldkampioen in zijn mooie witte pakje dat zeker niet lang wit blijft hier. Kijk eens, 20 meter voorsprong op Ben Berde. Daar opnieuw zo'n haakse bocht en dat maakt ook het parcours echt wel moeilijk, hè Mark? Ja, niet alleen die haakse bochten ook, maar het heeft een beetje geregend en het is vandaag een beetje glibberig. En ik denk dat dat van de renner een van de moeilijkste ondergronden is om te kiezen. Met wat ga ik rijden, hoeveel druk doe ik in die banden? Het kan van 100 gram afhangen hier om recht te blijven of te vallen. Dus het is echt kiezen, kiezen en nog eens kiezen. En vooral gokken, denk ik. Ja, en deze man neemt vrij veel risico, Bart Welles. Wil proberen hier snel voor een schifting te zorgen. Maar Berde en Van Toerenhout. Van Toerenhout in derde positie. Trouwens, in alle superprestigewedstrijden van dit seizoen is hij al derde geëindigd. Hier Nijs, Vervecke goed mee nog. Van Oppen, Lask, Hoyle, Jezek, Jill, Daalmans. Allemaal mooi op een rijtje. Moeilijke gracht hoor. Maar geen probleem voor deze profs. Tot later in de wedstrijd misschien. Dan krijgen ze nu een lang recuperatiestuk. Ze rijden nu langs een vijver, een plat stukje. En dan hier opdraaien over de vijver. En dan een heel zompig stuk. Het begin is nog goed bereidbaar. Maar dan is het duwen of lopen. Ja, die klim die ze nu gaan krijgen, die is ook zo lastig. Bart is nu al weg, maar
Ik denk niet dat je op deze cross echt van in het begin goed hoeft te zijn. Je hebt volgens mij nog wel een beetje tijd om terug te komen. Het is niet zoals verleden week met die snelle crossen dat je direct mee moet zijn. Ja, kijk, niet moeilijk. Dit laatste stukje, ze moeten lopen en dan is het echt vanuit stilstand op die helling terug beginnen fietsen. Moordend is dat. Welles die heeft terug de goede cadans gevonden, want ook hij had het toch wel even moeilijk, hebben we nog net in beeld kunnen zien. En hier dan Bemberde, juist de versnelling vinden. Het eerste padje was goed bereidbaar, dit is dan weer slecht bereidbaar. Losliggende steentjes ook, het maakt het allemaal een beetje moeilijk. Sven Nys gaat goed mee, Vervecken ook nog. Welles heeft zijn eerste prik uitgedeeld. Het zal niet zijn laatste zijn deze wedstrijd, of zeker niet de laatste van het jaar. Zijn nervositeit voor de start was voorlopig een goed teken. Maar we hebben hier al veel renners weten sneuvelen op alle mogelijke vlakken. Ook Bart Welles zal het niet vergeten zijn dat hij hier een aantal jaren geleden gewoon gedubbeld werd. Nog niet eens zo lang geleden was dat. Het was het jaar dat Peter van Sandvliet won. Dus je kan hier echt wel de klop van de hamer krijgen. Klaas van Tornhout bij de belofte had het daarnet ook. Hier komen ze nog eens voorbij dat prachtige kasteel Grenier. Waar de luchtmacht gehuisvest is. Trouwens een graag geziene gast hier. Daarnet heeft hij de start gegeven. Het was moeilijk te zien, allicht in beeld. Frank de Winne, onze man uit de ruimte, is hier te gast. Is hier ook een trouwe gast in Gaveren. Een hele eer is dat voor deze luchtmachtkazerne. Hier een andere strijder, Bart Welles. Kijk, temperatuur 14 graden. Lekker crossweertje is het. Het is eigenlijk ideaal crossweer vandaag. Ideaal voor de toeschouwers ook. Het heeft daarnet even lichtjes geregend. Nou. Voor Bart gaat het alleszins beter zijn, die 14 graden. Maar ik denk een echte crosser die heeft het toch graag iets kouder, denk ik. Omdat het is toch een wintersport. Het is een uur vol een bak gaan. En ja, het is zweten eigenlijk nu. Hè. Ja, Bart Welles verstopt nu achter de vlag van zijn eigen supporters. Het is eigenlijk een vlag die gemaakt werd door de supportersclub van Frank van den Broeke. U moet weten dat Bart Welles Peter is van de fanclub van Frank van den Broeke. Wel, die fanclub heeft nu speciaal voor Bart een vlag ontworpen en u zag ze daarnet even in beeld hangen. En Bart Welles gaat nu naar het einde van de eerste ronde. Ideaal even om onze chrono in te drukken. Groot is de voorsprong nog niet, maar het ziet er al behoorlijk goed uit. Voor het moreel alleen al van Bart Welles. Ja, een seconde of 14 is dat. Bart Welles die zich gerust even kan inhouden. Komt over de streep nu. De chrono rechtsonder loopt mee. Berde kijkt om. Dit is natuurlijk typisch hier in Gaveren. Op dit stukje weg kijken ze naar elkaar. Rijd jij maar, zegt Berde. Nee, zegt Van Tourenhout. We hebben dat al in andere crossen ook gezien. In Ruddervoorde gebeurt het ook altijd op dat lang stukje weg. Naar elkaar kijken. Vijf achtervolgers dus. Nijs, Berde, Van Tourenhout, Van Oppen en Vervecke. Ja, Nijs die blaast hem eigenlijk in de grond niet echt op. Hè. Dus die laat Bart voor het moment even begaan. Omdat ja, Bart kan ongelooflijk snel starten. En ik denk dat Sven nu gaat proberen toch naar Bart te rijden, denk ik. Heeft zich misschien ook gisteren in Hoogleide ietsje gespaard. Ja. En een schuivertje van Sven Nys. We zijn het niet van hem gewoon. Maar mooi hoe hij toch recht blijft, dat evenwicht bewaart. Je ziet direct dat is de kwaliteit van Sven. Hè. Dus het technische, het spektakel, niet vallen en toch. Als je dat 10 keer doet, als iemand dat anders 10 keer doet, die ligt 10 keer op de grond en hij blijft terug. Dus. Wat we vorige week in Sankt Wendel zagen, 2 Belgen in de top 10. Voorlopig 6 Belgen in de top 6. Daar komt pas in 7e positie de eerste buitenlander, de lange Peter Dlask. Dit is Darius Gildepol, Jejek nog een Tsjech, hier een Zwitser. En dan pas Arne Daalmans, wat rond de 11e, 12e positie. Opnieuw een landgenoot. Sven Nys probeert zich los te maken, zoals je voorspeld had, Mark, van de andere achtervolgers. Gaat hij op zijn tempo op zoek naar Bart Welles. Ja, Sven moet ook zien dat een Bart niet te ver laat rijden. Dus, Ja, Björn Rondelé maakt kennis met de Gaverse modder. Tussen de perenbomen van de broers Goemare. Nu Rondelé rijdt in een zwarte trui. Het valt nog allemaal niet hard op. Maar hij zal het wel voelen.
Maar je wordt er alleszins niet zo nat van als Bart Welles vorige week in Sankt Wendel. Hier de vliegende Kempenaar. Heel vlotjes. En kijk, het zonnetje komt erdoor. En blijft wachten op Sven Nys daar. De kloof wordt zeker niet kleiner op dit ogenblik. Daar komt hij, Sven Nys. Ik kan zeggen, nu op het lange rechte stuk kan hij een spurtje doen misschien naar Bart Welles. Maar Welles die staat natuurlijk ook niet stil. En je kan ook niet uitgeput aan die heel zware klim naar het kasteel beginnen. Hier Tom van Oppen met Van Toernuit, met Vervecke en Berde die een gaatje moet laten. Ja, het zwaartepunt van dit parcours ligt ook vooral op die klim. Hè. Dus Sven die rijdt nu waarschijnlijk gewoon zijn tempo. En als hij voelt dat hij er kan, zou kunnen heenrijden, gaat hij dat toch niet doen voor die klim. Dus. En ik zeg ook, nu is de situatie zo, maar binnen twee ronden kan ze volledig anders zijn op dit parcours. Vervecke, het is goed dat we hem zo vooraan in de wedstrijd zien, want hij heeft zeker en vast nog niet zijn beste seizoen achter de rug. Maar het seizoen is nog lang. De grote crossen komen eraan. Vooral december, januari natuurlijk. Kijk eens hoe moeilijk Sven Nys het daar weer heeft. Het uiterste randje opkiezen, daar ligt nog een beetje gras. Daar is het iets bereidbaarder. Maar wanneer hij dan uitschuift, dan staat die afsluiting natuurlijk in de weg. Vervecke die loopt veel langer al. Met zijn lange benen is dat ook geen probleem. Hij gaat sneller te voet dan met de fiets. En we zagen ook intussen dat Lask aansluiting aan het krijgen is bij Ben Berde. We krijgen dus een eerste buitenlander bij de achtervolgers. Hier is Sven Nys. Een vrij grote versnelling dat hij toch naar boven gaat. Ja, je moet toch ook wel rekening houden dat hij in Lask toch wel 800 of 900 kilometer in de auto gezeten heeft. Hetgeen dat zeker niet bevorderend is. Nee, hij heeft gisteren gereden. Eigenlijk niet zo goed gereden. Was pas vijfde of zesde in Unichov. Daar werd een wedstrijd gereden voor de Budvar Cup. Dat is zo'n beetje een Tsjechisch regelmatigheidscriterium. Pas vijfde. Jedzek die was daar zesde. De mannen hebben zich misschien een beetje gespaard. De overwinning ging daar naar Lukesh. Kent u die nog? Lukesh, de wereldkampioen bij de junioren uit Gieten in 1991. En daarna slechts een schim van wat hij ooit geweest is, al jarenlang. En nu plots wint hij daar voor Ausboer en Pospisil heeft hij gewonnen voor de geïnteresseerden. Hier wel eens rustig, controlerend, met zijn prachtige broek. We zien dat ook graag, renners die publiciteit maken voor zichzelf. Ze mogen ook fier zijn. Het gaat nog niet zover dat hij Cipollini-allures heeft, maar de trui heeft hij alvast. En het geeft extra cachet. Ik denk toch zeker niet dat het gaat kleiner worden. Dus. De Bart is precies met zijn raket gekomen. Ja, en de winnen niet. En met de zonnebril op, is dat verstandig? Ja, het is zoals je nu zegt, de zon komt erdoor. Dus de zon staat op dit moment van het jaar toch laag. En er schijnt zo'n beetje dode boom. En dan kun je een beetje vergelijken met de zon die is morgens in de auto nog laag staat. En dan heb je even geen oogcontact met de grond. En met een zonnebril toch wel iets meer. Hè. Ja. En de kloof wordt inderdaad veel groter. En Bart Welles ziet de andere achtervolgers hier rijden indrukwekkend. Wat is er aan de hand dit jaar met Bart Welles? Het gaat oh zo makkelijk. Nu, we mogen fier zijn op hem natuurlijk. Daar zien we weer zo'n mooie vlag. En het blijft uitkijken op Sven Nys. Als we hem te zien krijgen natuurlijk door de vlaggen, want ja, het is allemaal heel mooi, vlaggen langs het parcours, maar het wordt zo langzaamaan ietsje te veel. We kijken en we kunnen nog weinig zien op tv-uitzendingen. Daar komt Sven Nys. Kijk eens, de kloof. Meer dan een halve minuut, daarnet was het een kwart minuut. 34 seconden voor Sven Nys. Ja, we gaan een beetje hetzelfde krijgen. Bart rijdt toch weg van Sven en toch rijdt Sven ook nog weg van de rest. En nu is het mooi. Het Lask die is aan het jagen met Van Toernuit, met Vervecke, met Van Oppen. Ook Jezek heeft de aansluiting gekregen en Ben Berde hangt er ook nog aan. Hier wel eens even in moeilijkheden. Ook moeilijk stukje daar. Maar geen probleem. Met 33 seconden voorsprong kan je zelfs al een foutje permitteren. Kan je al even naar adem happen. Geen enkel probleem natuurlijk. Hier Nys.
Gaat straks weer naar die afdaling. Hier is hij, waar hij daarnet een schuiver maakte. Doet het iets voorzichtiger nu. Heel moeilijk stukje hier. Hier zijn de renners die hun fiets aan de andere kant dragen. Je ziet dat bij Van Toornout, die kan zijn bocht iets korter nemen. Kan ook het paaltje vastgrijpen om, om zich een beetje af te duwen, denk ik. Kijk, en hier hangt alles werkelijk nog goed bij elkaar. Enkel Bart Welles is outstanding op dit ogenblik. Sven Nys heeft dat al wel begrepen. Bart heeft zeker ook geen gevolgen overgehouden aan die verkleumde situatie van verleden week. Hetgeen dat ik ook niet had verwacht, dus dat is gewoon één dag pech gehad. Ja. Kijk eens, hier komt alles een beetje samen terug. Achter Jacek en Berde zien we al Peter van Standvliet, Jill Daalmans, Richard Groenendaal. Niet zo goed. Komijnen, Heule, Lefebvre, dat is de man die de meeste wedstrijden won dit jaar. Heeft er 9, net als Bart Welles. Maar de kwaliteit van Welles overwinningen is natuurlijk wel iets groter. Hier Welles, gracht in en dan langstukje weer langs de vijver. Hier kan u opnieuw gas geven. Hier is Wim Jacobs. De kampioen bij de elite renners zonder contract. Met de Spaanse kampioen Seco. Gerben de Knecht die steeds verder wegschuift dit seizoen. Matthew Ellis, de Brit. Van Gils, Nederlander. Daar komt Tim van Uffel. Ja, de ploeg De Schacht zit redelijk achteraan, moeten we eerlijk zeggen. Maar ze hebben vooraan met Ben Berde natuurlijk nog wel een klepper. Hier Tim van Uffel, heel jong natuurlijk ook nog. Die overstap van belofte naar profs is enorm groot, Mark. Ja, je kunt dat een beetje vergelijken zoals op de weg. Hè. De liefhebber die naar de profs op de weg gaat, die moet eigenlijk van nul terug beginnen. En ik zal niet zeggen dat in het veld van nul beginnen is, maar je staat toch ineens 2 trappen lager. Hè. Ja, het is ook ontmoedigend natuurlijk wanneer je als jong renner van 22, 23 jaar, je, dan, je moet meten met de groten. Maar de groten, zoals neem nu Bart Welles, we herinneren ons hier nog levendig in Gaveren. Hij was 19 jaar en reed hier een onwaarschijnlijke wedstrijd. Een blitzstart eerst genomen. En dan heel lang in tweede, derde positie gereden. En pas door een lekke band werd hij uiteindelijk vijfde. Pas 19 jaar. Ook Sven van Toornout heeft hier eens een achtste plaats gereden toen hij pas 20 was. Dus het kan wel voor jonge renners. Ja, maar nu noemt je ook direct ook de renners die echt heel veel klas hebben ook op. Dus je noemt wel eens genoemd Van Toornout. Dat zijn jongens die iets minder klas hebben, zoals je net noemt in Van Uffel bijvoorbeeld. Maar de jongens die gaan er misschien ook nog wel komen, maar dat gaat iets langer duren. En, ja, het zijn echt enkelingen die direct die een overstap goed kunnen verteren. En, ja, maar ja, het is niet gemakkelijk. Cross is sowieso al niet gemakkelijk. Dus. Kijk eens, Lask komt bij Sven Nys. Nou, niet zeggen, hij is er nog niet bij, maar hij komt steeds dichter. Is dat een slecht teken voor Sven Nys? Ik vind vooral voor het Laske. Ik zeg het, die mannen die zitten gaan ze elke week die duizenden kilometers in een auto. Ik kan dat soms niet begrijpen dat die mannen nog zo goed kunnen presteren. Als je dat zelf eens moest ondervinden van duizend kilometer doen en dan eens even een sportinspanning te gaan doen, dat is. Nou, toch een beetje onze nood afsnijden voor die mannen. Ja, het is niet zomaar een sportinspanning. Het is een uur werkelijk in het rood gaan, zo'n veldrit. Nou, kun je ook nog wel zeggen, ja, die mannen zijn erop getraind, maar ze zijn niet getraind op die autorit, nee, die er extra bij komen. Nee, en die Tsjechen, zij komen hier ook niet af met mobilooms, zoals onze grote crossers. Onze renners kunnen nog een beetje slapen onderweg indien ze willen. Dat kunnen die Tsjechen zeker en vast niet. Het enige dat ze nu al hebben, dat ze hebben al degelijk auto's, hè. Ja. Tegen vroeger. Maar dat wil ik nog niet veel zeggen. Kijk, Bart Welles, de tussenstand van de Superprestige. Hij deelt dus de leiding met Sven Nys. Het kan vrij belangrijk zijn vandaag. Nu, interessant om te weten is ook, de winnaar krijgt hier 30 punten, de tweede 25 punten. Dus 5 punten verschil tussen de eerste en de tweede. We krijgen sowieso een nieuwe leider vandaag. Zoals het er nu naar uitziet, is dat Bart Welles. Maar er is helemaal nog niks gezegd natuurlijk. En volgende week krijgen we dan weer een cross. Die hier dicht bij de vijver. Alle manieren zijn goed om op te vallen natuurlijk. Ik zou hem wel graag in het water zien springen. Ja, het is er niet diep in dat water. Hè. Ik denk dat hem op zijn buik liggen dat zijn snorkel net boven komt. Ja, nog 7 ronden voor Bart Welles. 10 ronden worden hier in totaal gereden. Bart Welles heeft zijn bril weggesmeten. Dat zal waarschijnlijk zijn omdat met weer, het is zo warm, ze beginnen te zweten. Dat zweet begint langs de binnenkant van de bril af te lopen en dan wordt het zicht natuurlijk ook minder. Hè. En het is
ongelooflijk hoe Bart Welles zijn voorsprong uitdiept. Hij zit al in het park terwijl deze achtervolgers nog de dreef naar de aankomstlijn moeten inrijden. Onwaarschijnlijk wat Bart Welles hier aan het doen is. Het heeft een beetje weg van de Koppenberg natuurlijk. Het parcours is hier ook een beetje Koppenberg-achtig. Onwaarschijnlijk zwaar. Een Zwitsers parcours, zoals vroeger altijd gezegd werd. En zulke parcoursen liegen niet. Hier wint de beste man. Of alleszins de renner met de beste fysiek. Het grootste uithoudingsvermogen. Ja, het is misschien voor ons iets minder spannend. Omdat er één renner weg is. Maar ik denk het gros van de supporters zien toch graag een echte cross. Tegen eigenlijk een halve wegkoers, zal ik zeggen. Maar ja, het komt erbij. Het weer is ook... alles hangt af van het weer, dus cross. Hè. Ja, alleszins een andere cross is ook wel spannend. Hè. Zo stond ik in Vossum langs het parcours te kijken. Ik hoorde iemand zeggen, dit is toch geen cross meer. Er wordt hier, dat is hier bijna een wegwedstrijd. Ik zei tegen die man, ja, maar het is hier wel spannend. Ah ja, zei hij. Zo had hij het nog niet bekeken. Ja, ja. Ja natuurlijk. Ze hebben dat heel lang met 20 man met elkaar hangen. Maar ik zeg ook, als dat twee dagen regent, dan is dat een heel andere cross. En ik ben ook van het principe, cross moet je nemen als ze komt. Vandaag is het goed weer, morgen is het gelijk. Als je hem hier in het slijk mag draaien, dan, ja, dan moeten ze ook Parijs erbij afschaffen. Hè. Ja, inderdaad. Want dat zijn ook maar een beperkt aantal renners die dat kunnen. Ja. Jij bent hier ook eens twee keer tweede geëindigd? Ik heb hier nooit niet kunnen winnen. Eigenlijk spijtig een beetje, want die cross die lag me wel goed hier. Maar ik ben niet, kort, nee, niet korter dan een tweede plaats geraakt. Maar, Nu tweede worden in Gavre. Hoed af natuurlijk. En we zien hier Sven Nys nog altijd in tweede positie, maar hij heeft de hele meute in zijn nek gekregen. Laskie heeft het achtervolgerswerk heeft moeten overlaten aan Tom van Oppen nu. Nog steeds dus Van Oppen, Nys, Van Toernuit, Vervecke, Lask, Berde en Van Sandvliet die aansluiting krijgt. Ja, weer een hapering van Sven Nys. Dit is een heel moeilijk stukje. Ik zeg het al, hier kan je rijden, maar ja, natuurlijk per ronde wordt het parcours daar een beetje drassiger, moerassiger, gladder. Ja, dat is ook een beetje misschien... je kunt dat als een voordeel of een nadeel bekijken, maar Sven is heel technisch en die probeert overal te rijden. Terwijl dat hem misschien toch iets zou rappen van de fiets kunnen springen. Ja, hij kan misschien daar ook beter een buitenbocht nemen in plaats van een binnenbocht. Ja, dat hangt dikwijls af van waar dat je just zit. Hè. Dus wie rijdt er links of rechts van u, daar hangt ook veel van af. Maar Sven is echt een technische renner en die probeert zo weinig mogelijk te lopen. Terwijl dat toch altijd geen voordeel is, denk ik. Maar ja. Hij zal dat nu wel ondervinden als met lopen iets rapper gaat. Die mannen, dus dan zal hij misschien ook wel afspringen de volgende keer. Hè. Ja. Kijk eens, het hangt hier nog allemaal mooi samen. De spanning voor de strijd om de tweede plaats is er alleszins. Nou, ik zag ook Sven direct helemaal laatst van dat groepje hangen. Dus in principe kan hij terug beginnen. Met een stom slieperje te maken. Ja. Ja, het doet ons alleszins plezier dat we Erwin Vervecke zo goed terug bezig zien. En Berden is er ook terug doorgekomen. Hè. Heel goed aan die eerste ronde begonnen, maar dan toch even blijven steken. Naar adem moeten happen. Ook Van Toernuit heeft het even moeilijk, zien we hier nu aan de streep, wanneer ze voor onze neus voorbij komen. Dan is er een kloof gevallen op trio Dlask, Van Oppen en Van Sandvliet. De achtervolgers, ze vallen een beetje uit elkaar, opgesplitst in twee trio's. Dus eerst Vervecke, hier dan nog een trio met Jezek, met Daalmans en met Davy Komijnen. Komijnen ook aan een goede cross bezig. Dit is natuurlijk ook wel een typische cross voor de jonge West-Vlaming. Ook op de Koppenberg was hij heel goed bezig. Iemand die houdt van het harde labeur. Ja, het is ook een typische cross voor iemand die ganse cross eigenlijk kan bijten en bijten. Bijvoorbeeld Van Zandvliet, hè, is ook zo iemand die ik vandaag ook wel verwacht. Hij is nu wel een beetje een dopschuiven, maar gaat toch iets te kort komen om in de kop te komen hier. Ja. Maar dat is zo typisch een renner die kan van de eerste minuut tot de laatste minuut eigenlijk aan blok gaan. Hè. Ja, Van Zandvliet heeft natuurlijk ook een en ander meegemaakt. Zo'n zware val in Vossum. Het was spectaculair om te zien eigenlijk. Op kop rijden en vallen en had zijn stuur gebroken. De brok aan hemzelf viel nog redelijk mee de dag erop. Maar Van Sandvliet zegt dat hij nog altijd last heeft om goed te slapen. Vooral het op- en afspringen op de fiets lukt niet de best.
We kunnen het ook, ons ook wel inbeelden wanneer je aan zo'n hoge snelheid een, ja, je stuur breekt en een doodsmak maakt, zoals dat heet. Ja. Maar renners zijn harde mensen, zeker. Hè? Sven toch de roze. Ja, het is zwaar, Sven. Het is voor iedereen zwaar. Het is eigenlijk een onmenselijke sport hier in Gavre rondrijden. Hier neemt Sven Nys opnieuw die buitenbocht. Daar een beetje dan bijna Berde gehinderd, maar geen probleem. Kijk, zien we het verschil? Nee. Ja. Het verstandigste was inderdaad te blijven lopen, wat Berde deed, denk ik. Het is dat wat ik bedoelde. Dus Sven die rijdt rechts zo ver en die rijdt zijn eigen een klein beetje vast. En Berde die begon al vroeg te lopen. En mits dat Sven zijn eigen vastrijdt, is Berde erover gegaan. Dus. Ja, en nu moet hij dan natuurlijk echt vanuit stilstand opnieuw vertrekken, ja. Sven Nys. En dat is duidelijk, hè. Zeker vooraan aan de klim. Hè. Daar van Toorn uit en we zagen ook nog de lange Dlask bijna in beeld verschijnen. Iemand die ook niet onopgemerkt door het beeld gaat natuurlijk. Ja, Bart Welles, het gaat nog goed, nog 4 ronden. Dat haal ik wel, zegt hij. Hij kan natuurlijk pech krijgen. Maar zelfs een klein beetje pech kan hij hier krijgen. Ik denk dat Bart nog 2 keer mag lekker rijden. Dan is er nog niets aan te doen vandaag. Ja, het is niet alleen vandaag. Het is al het hele seizoen dat hij vliegt. Hè. De gemiddelde rondetijden. Hier, Ben Berde. Is Ben Berde weg van de anderen? Of heeft hij de anderen moeten laten gaan? Dat wordt zometeen wel duidelijk. Ik heb niet echt het gevoel dat Berde een vlotte indruk geeft, maar ja, toch wel hoor. Toch wel. Berde weg van Nys en van Vervecke. Van Toornhout waren we al eerder kwijtgespeeld. Ja, ben je misschien ook gevoeld dat tempo niet echt heel hoog lag voor hem. Of toch gevoeld dat Sven vandaag een iets minder dag heeft. En dat hij zijn eigen keer gaat kunnen tussenzetten tussen die twee. Ja. 10, 20 meter voorsprong voor Ben Berde. Oh, ik denk dat Sven zijn eigen nog niet gewonnen heeft. Hè. Wanneer je je goed voelt, kan je op dit parcours natuurlijk makkelijk een gat snel dichtrijden. Maar dan moet je je eigen lichaam echt wel goed kennen. Ja, je kunt rap een gat dichtrijden, maar je kunt ook rap een gat krijgen. Want nu is Ben wel weg, maar het kan goed zijn dat de volgende ronde de situatie hier helemaal omgekeerd is. Het is een beetje lekker op een kool rijden. Je kunt de kool goed aanvangen, maar halverwege een beetje over de toeren gegaan hebben. En... Ja, over het algemeen zijn veldrijders trouwens goede klimmers. Hè? En vooral goede wegrenners, sowieso al. Dus het komt gewoon, die mannen moeten gewoon een ganzuur duwen. En ja, wat is klimmen? Dat is gewoon een ganzuur op die pedalen duwen. Het een heeft gewoon met het ander te maken. Dus, Daar gaat de fluit, daar komt Ben Berde. En Sven Nys komt terug. Berde neemt daar ook een beetje risico. Sven Nys heeft ook het gevaar gezien dat die Berde te makkelijk weggaat. En Vervecke die klampt ook nog altijd goed aan. Van Toornhout die zijn we kwijt. Dus even recapituleren. We zijn in de 7e ronde van de wedstrijd. We gaan er hier 10 rijden in totaal. Dus na deze ronde nog 3 ronden te gaan. Bart Welles heeft een voorsprong van meer dan 2 minuten op deze man. Ben Berde van de John Sai, de schachtploeg. De ploeg van zijn mentor Roger de Vlaming. Dan krijgen we daar 2 achtervolgers die bij Berde lijken te komen. Sven Nys en Erwin Vervecke. En dan in 5e positie krijgen we Sven van Toornhout. En nu zijn we benieuwd of Sven Nys opnieuw diezelfde fout maakt in die bocht. Opnieuw die buitenbocht nemen langs de afsluiting. En de andere twee die gaan gegarandeerd lopen. Vervecke kiest al voor de binnenbocht. En daar zit Nys. Hij heeft geen plaats nu, want Berde zit nu aan de rechterkant. Nu doet Nys wat? Nu maakt eigenlijk Berde de fout die Nys daarnet maakte. Ja, Sven heeft eigenlijk heel rap bijgeleerd. Dus op 1 ronde tijd. Dus hij heeft ook gezien wat de concurrentie doet. En dat hoort ook bij een cross. Cross is een ganzuur rekenen eigenlijk. En eigenlijk al een beetje... Eigenlijk van de eerste ronde eigenlijk al inschatten wat dat je de laatste ronde gaat doen. Dat is ook cross. Hè. Het is niet alleen maar trappen. Hè. Het is heel veel rekenen hè, en denken. En een beetje kijken wat de tegenstander rijdt. Kijk eens met die verbeterde trek, Bart Welles.
Nog drie ronden te gaan voor Bart Welles, de wereldkampioen. En die klok die gaat nog een tijdje lopen, hoor, want van de achtervolgers is helemaal nog geen spoor. En het is u misschien al opgevallen, maar Bart Welles rijdt hier opnieuw op een Ridley-fiets. U weet dat hij begin van het seizoen is de Spaarselect-ploeg overgestapt van Impella naar Ridley. Impella heeft daar een rechtszaak van gemaakt. Heeft hij eigenlijk ook gewonnen. Dus de renners moesten opnieuw op Impella rijden. De renners hebben zich daar keurig aan gehouden. Maar gisteren in Hoogleden reed Bart Welles al op een Ridley opnieuw. Vandaag ook. De andere renners van zijn ploeg doen dat niet. Dus hebben zij ergens een akkoord nu gesloten met de Nederlandse fietsfabrikant Impella? Of gaan ze het hier gewoon... Kijk, hier zien we achter Welles iemand die net voor Impella rijdt. Is de Pool Korseniewski, die gesponsord wordt. Het is ook prachtig aan Bart. Dus hij is wereldkampioen. Een minuut is niet genoeg als voorsprong. Hij blijft gewoon rijden tot de laatste meter. Terwijl hij nu toch eigenlijk kan zeggen, ik ga een beetje op reserve rijden. Ik ga me een beetje sparen voor de volgende crossen die nog komen, maar dat doet Bart gewoon niet. Hè. Ja, en ondertussen zien wij hier voor onze neus renners als een Camille van den Berg, als een Tim Pauwels. En dat zijn toch allemaal geen meelopers, in tegendeel. Die stappen gewoon uit de wedstrijd. Het is onwaarschijnlijk hoe Bart Welles hier iedereen aan het dubbelen is. De uitslag zal hier heel snel opgemaakt worden door de UCI-commissarissen. Hier komt wereldkampioen Bart Welles. Hij ziet nu... Maar hij zal hem misschien nog in de laatste ronde nog dubbelen. De Pool Darius Gil, de verrassende vijfde van Ruddervoorde. Vijfde in een superprestigecross in Ruddervoorde. En hier wellicht ook gedubbeld worden. En dit is echt genieten. Dit is echt genieten wat Bart Welles hier doet. Het is pijnlijk voor de anderen, maar hij vernedert ze eigenlijk een beetje. Kijk, Nijs rijdt daar tussen het publiek dat heel mooi meehielp. Gaat zwalpt daar van links in het publiek naar rechts de afsluiting. Maar blijft nu wel op de fiets dit keer. Maar dit heeft moeite gekost. Dit heeft veel krachten gekost. En nu begint pas die klim. Maar ook Berde heeft het moeilijk. En kijk eens, Nijs, krachten te over, gaat hij hier op zoek naar de tweede plaats. Want ook deze drie renners beginnen zo meteen aan de laatste ronde. Vervecke is misschien wel aan het kraken. Nijs ziet dat natuurlijk. Hij weet ook dat hij de laatste ronde hier misschien afstand kan nemen van die supersnelle Erwin Vervecke. Maar Vervecke is een taaie, heeft veel ervaring in grote wedstrijden. Iemand die je eigenlijk niet zomaar aan de kant zet. En wat is de rol van Ben Berde? Het is iemand die nog foutjes kan maken in finales. We zien het inderdaad hier duidelijk dat Vervecke nog op die Impella rijdt. En wel eens dus op Ridley. Maar ik weet ook niet wat er aan de hand is. Ze zullen wel weten wat ze doen, zeker. Want aanvankelijk was daar een zware dwangsom opgezet door Impella. Dus per dag dat de renners van Spaarselect op een andere fiets reden, moesten ze, ik weet niet meer hoeveel het was, maar het was iets met veel nullen, alleszins betalen. Ik kijk daar het kasteel ook. Toeschouwers staan daar in het kasteel. Ideale loge. Een van de mooiste loges die je kan hebben. Ook de tenten langs het parcours van organisator Etienne Gevaert. Ideale plekken om hier de wedstrijd te volgen. En als je ziet hoeveel volk hier is. Hoeveel volk. En vandaag is de slotdag van de zesdaagse van Gent. Ook daar zitten heel veel wielerliefhebbers. En toch staan ook hier een paar duizend man naar deze prachtige atletische prestaties te kijken. Spanning is er eigenlijk niet. Daarvoor is Bart Welles veel te goed. Maar dit is topsport. Sport van de bovenste plank. Nijs kijkt opnieuw om. Zag dat Vervecke een gaatje weer moest laten. Maar Vervecke geeft niet op, hoor. Hij weet ook dat hij voor die laatste bocht, wanneer hij op de weg komt, dat hij daar moet bij deze twee komen. Maar in principe, als je de laatste of de voorlaatste ronde nog kunt aanhangen, moet je in principe niet meer lossen, hè. De voorlaatste ronde is eigenlijk zo goed als de laatste ronde. Dus zoals Erwin nu aan het bijten is, in principe mag hij gewoon die rol niet lossen nu. Hè. Het is voor iedereen aankomst toe, bij iedereen zeer. De benen draaien niet meer zoals het moet. Ja, deze renners kunnen... Nu zullen ze daar nog niet mee bezig zijn, maar... Volgende week alleszins revanche, want dan is het Gieten. En Gieten is een wedstrijd die zowel Sven Nys als Erwin Vervecke als Ben Berde beter ligt dan Bart Welles. Dat is een zandcross. Trouwens, volgende week ook
heel grote wedstrijd zaterdag in Hammezoggen. De zogenaamde Bolkenscross. Want alle grote crossers die zijn er aan de start. En heel leuk, ook Van Zooy komt naar daar. Ook Mario de Klerk. En kijk eens, aanval van Erwin Vervecke nu bij het ingaan van de laatste ronde. Bart Welles die is al wel meer dan drie minuten voorbij gekomen. Heel slim bekijken van Erwin Vervecke. Sven Nys laat het initiatief nu even aan Ben Berde. Is dat verstandig? Je laat Vervecke best niet te lang rijden. Maar wanneer je goed bent, kan het natuurlijk in een stukje bergop kan je een gat snel dichtrijden op dit parcours. De strijd voor de tweede plaats is alleszins heel spannend hier in Gaveren. Het is toch wel een gat dat je moet dichtrijden met al. Ja. Je geeft het eigenlijk cadeau en dan gaat het zelf dichtrijden. Het is eigenlijk abnormaal. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd naar het vormpeil, naar de uitleg van Sven Nys. Hij heeft waarschijnlijk snel gezien, ja, die Welles, die vliegt, die kan ik niet halen. Dan maar verstandig afrekenen met de anderen, maar hij heeft er nog niet mee afgerekend. Hè. Hij heeft er nog niet mee afgerekend en bijna een val van Erwin Vervecke. Het is ook moeilijk, hè. Het is daar heel moeilijk voor om te lopen. Hebben die renners nu pinnen op hun schoenen? Sommigen wel, sommigen niet allicht. Ik zou toch opteren voor pinnen, alleszins. Ik weet niet of ze pinnen op hebben, maar ik denk het zijn toppers. En ze zullen wel toppersteken hebben. Hè. Kijk, hier nog eens die fout van Vervecke. Heeft dat dan te maken met hier ook eventueel? Het is dat moeilijk stuk, te vroeg, te laat. Ja. Je hebt een te hoge snelheid misschien. Het hangt af gewoon van 1 of 2 meter te vroeg of te laat af te springen. Maar ze zijn nu zo moe. Ze proberen van alles. Het verstand gaat niet 100% meer mee. En ook, je zet wel voor een tweede plek in het rijden, dus je gaat een beetje feller. Ja. Je maakt rapper een fout. Ja, behoorlijk spannende strijd hier voor de tweede plaats. Bart Welles die zal ook wel stilaan zijn opwachting maken, maar wij blijven met graag te kijken naar deze drie. Toen zal ik de strijd ook eens aanhalen, dus iemand die een slipper maakt, ik zei het, 100 gram. Meer lucht in een tuip of minder, kan dat bepalen. Ja, nu ook. Laatste ronde nog. Vervecke die van fiets wisselt, de andere niet. Ook dit kan een rol spelen. Ik denk dat Erwin nog zeker wilt om een pruimenversnellingsapparaat. Dus geen bladeren erin, niks. Niks aan toe van overlaten. Van een ketting die gaat overspringen of zo. Maar is het wel daarmee in derde positie? Kijk. Bart Welles is intussen al veel verder op het parcours. Hij moet nog de beukendreef door en dan de laatste rechte lijn. Dit is ook een triomftocht voor Bart Welles. Welles aan het triomferen terwijl de andere drie aan het strijden zijn voor een tweede plaats. En ook belangrijke superprestigepunten. We zeggen het, de kloof tussen de eerste en de tweede plaats is 5 punten. Maar tussen de tweede en de derde toch ook nog altijd 4 punten. Dan wordt die kloof kleiner. Maar dus die eerste en die tweede plaats zijn echt wel heel belangrijk in alle superprestigecrossen. En Welles heeft opnieuw de leiding genomen nu bij de achtervolgers. Terwijl Welles mag genieten, is Welles is Nys aan de haal gegaan. Min of meer hier Spanjaard Seco, die nog net niet opgeraapt zal worden door Bart Welles. Ook de Nederlander Van Gils zal nog een rondje kunnen rijden. Oef, ik ben er, zegt hij. Wat een machtsvertoon van Bart Welles, de wereldkampioen uit Vorselaar. Dit is een demonstratie zoals we het hem nog nooit hebben zien doen. Weinig crossers hebben dit al laten zien, hoor. Welles hebben we al dit al zien doen, min of meer in Monopoly, min of meer op de Koppenberg. Maar dit is echt een slagveld wat hij aangericht heeft. Hier de oververdiende winnaar, de beste crosser ter wereld op dit ogenblik. Zonder enige twijfel. Ja, wat is dat daar allemaal? De Red Hot Chili Peppers. Nu, van mij mag het er allemaal bij vandaag. Het is onwaarschijnlijk wat Bart Welles hier gedaan heeft. De grote triomfator, zijn 10e overwinning van het seizoen. Ja, die mannen hebben bereikt wat ze wilden. Zij komen in beeld. Welles weet wellicht ook niet wie die mannen zijn. Doet er niet toe. Hij wint zijn 10e cross van het jaar. Dit is al zijn 7e overwinning in een superprestige. Dit is knap. Daar Paul Ponet, zijn mentor. De man die wetenschappelijk bezig is met Bart Welles. Hij mag fier zijn over wat hij gedaan heeft. Welles mag gaan rusten en wij kijken nu naar de strijd om de tweede plaats. Met Berde die even ruimte moet laten. Nys aan de kop nu. Vervecke in het wiel. Hier speelt zich de overwinning af. Hoor. De strijd om de tweede plaats natuurlijk. Nys, een beetje verrassend in een kleinere versnelling dan we van hem gewoon zijn. Vervecke trapt ook vrij klein. Berde geeft zich gewonnen. We mogen opschrijven, Ben Berde wordt 4e hier in deze superprestigecross. Kijk eens wat een gat meteen. Wanneer je hier stil staat, dan sta je ook echt wel stil. Welles is al heel lang binnen en hier zijn de anderen. Nys en Vervecke. Wie wordt 2e hier? Dat is dat ik straks aanhaal. Hè. Dus Sven is op papier de beter van al hetgeen dat nog meer achter Bart. En dat is hem nu een Duits spelen, denk ik. Even recupereren. De benen even terug iets minder verzuring laten komen.
Ja, en dan hopen dat je Erwin af kunt in de sprint. Dat wordt zeker en vast niet gemakkelijk, want we kennen de spurtcapaciteiten van Erwin Vervecke. Kijk, hij heeft nog alleszins nog geen kou, heeft hij niet. De renners zijn ook zonder onderlijfje in zo'n cross, de meeste toch, hè? Ja. Omdat het zo warm is. Hè. Ja, Nijs is zich aan het ontdoen van Vervecke. Vervecke, die hier in Gaveren nog nooit won. Hij is hier al wel eens tweede geëindigd, twee keer derde. En kan dat hier opnieuw worden, alleszins tweede of derde. Hij geeft zich niet gewonnen, hoor. En dit is dan het moeilijk stukje tussen de boomwortels. Nu proberen nog niet lek te rijden, want dat kan nog, hoor. Dat kan hier nog gerust. Nijs dacht dat hij weg was, maar hij was niet weg. Ja, Sven voelde het en hij heeft direct de pedalen stil om toch even weer te recupereren. En ja, Erwin pakt de kop. Ik weet niet of dat 100% verstandig is, maar... Ja, het is nog wel een behoorlijk lange aankomstlijn, maar toch? Het is lang. Het is eigenlijk net iets te lang, denk ik, voor, om van op de kop te beginnen. Want we zeggen, Vervecke is de snelste, maar Nijs kan eigenlijk, we zien het ook in de wedstrijden, Nijs kan eigenlijk wel goed spurten. Maar we hebben al, in de crossen zien we toch meestal, daar is die typische grimas van Vervecke wanneer hij spurt. Dat is altijd een goed teken voor hem. Kijk, ja, 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 kijk. Wanneer Vervecke zo'n gezicht trekt, dan weten we dat hij de spurt wint. We zien hem zelden verliezen. Maar knap, hè? Knap werk van allebei, hoor. Erwin Vervecke, tweede. Zijn mooiste cross van dit seizoen. Sven Nijs, derde. Hoed af ook voor Sven Nijs. En daar Ben Berde, vierde. Hij zei, mijn tijd komt nog wel. Ik nestel me nog wel tussen die Nijs en die Welles. Het is niet voor vandaag. Vervecke heeft het gedaan. Maar Sven heeft dan toch heel veel energie gestoken in die laatste beklimming. Hè? Om daar proberen van weg te rijden. Hetgeen dat hem de tweede plaats kost, ja. Misschien. Kijk, hier Groenendaal, die doet nog een goede zaak voor de superprestige. Die is van ver teruggekomen en eindigt hier vijfde. Bart Welles bij ons. Weet jij wat je hebt aangericht vandaag? Ik heb al veel mensen lof horen spreken en ik hoor dat mijn moment in 3 minuten was. Dus, goed, hè? Ja, je raapt de een na de andere ook op. Ja, daar heb ik niet voor gereden. Ik startte en ik had direct een klein gaatje. Ik zeg, ik moet niet wachten. Ik ben direct vol een bak beginnen rijden. Ik denk dat twee nog drie toer zag ik hier al niet meer in de dreef tegenkomen. Dus toen ben ik gewoon vol een bak blijven gaan. En, ja. Spijt gaat niet lekker in een Tour de France dat met tijd gaat, want dan had ik al 5 minuten losgestaan misschien. Dus, maar ja, spijt. We hadden het gezien op de Koppenbergen waar je bijna waar je hetzelfde deed. Maar dit is nog straffer. En toen zei je van, ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt bij de profs. Wat zeg je hiervan? Ja, ik weet niet. Ik had vandaag een superdag. En ik heb 3 weken geleden gezegd, het weekend van Sint Wendel en het weekend van Hoogleden Aspergaveren, dat moeten mijn weekends worden. Vorige week wegens pech. Niks kunnen laten zien en ik heb dit weekend terechtgezet. 2 keer gewonnen, 2 dagen tijd. Dat wil wel zeggen dat ik wel in conditie was, ook vorige week, wat ik het niet kunnen verdedigen heb. Was je zelf verrast door die grote kloof die je onmiddellijk kon slaan? Ja, dat wel, want ik had niet het supergevoel op training, maar ik had gisteren niet de al te beste benen. Dus gisteren heb ik kunnen profiteren als Sven viel. En daar ben ik dan mee weggereden. Vandaag ben ik gewoon de sterkste en win ik met 3 minuten voor. Dus ja, 3 minuten is een enorme kloof. En, ja, ik denk dat dat nog lang geleden is dat het zoiets is vertoond geweest. En je vliegt al het hele seizoen. De vraag is dan natuurlijk, hoe lang kan je dit volhouden? Zullen we zien. Hè? Ik probeer zo lang mogelijk en zoveel mogelijk. Dus het zal niet elke wedstrijd met 3 minuten zijn. De ene keer zal ik ook eens niet winnen en ver achter zijn. De andere keer zal ik terug winnen, misschien met het kleinste verschil. We zullen zien, maar ik ga elke keer mijn vel duur verkopen. En ja, dan zullen we zien wat we uitkomen. Wanneer kan de riem er heel even af? Na het weekend wedstrijd kom Milaan, dan ga ik toch een week rustig aan. Dus de week voor Kalmthout ga ik het toch rustiger aan doen. Dan blijf ik waarschijnlijk een hele week in Italië voor daar op mijn gemak nog wat te kunnen trainen en te rusten. Nog één iets, hè, wat ik echt wil weten van jou. Als je 2 minuten voorsprong hebt, dan nog zien we die verbeterheid op jouw gezicht. Is dat echt om te tonen van hier rijdt een heel waardige wereldkampioen? Ja, ik wil niet voor half koers of op half koers denken dat ik gewonnen heb. Ik bedoel, daar rijden we wel 2 minuten voor, maar ik blijf gaan en ik wil met zoveel mogelijk voorsprong winnen. Dus of dat dan nu 2, 3 of 4 minuten is, dat interesseert me niet, maar ja. Nog één om het af te leren, Bart. Die Ridley-fiets waar je vandaag weer op reed. Is daar een afspraak gemaakt? Want jullie hadden eigenlijk een andere fietsensponsor. Ik heb de goedkeuring van de ploeg gekregen vanaf vrijdag met Ridley te rijden. Dus ik denk dat het een goede reclame is. Gisteren gewonnen, vandaag gewonnen. Dus ik heb voor extra nodige reclame gezorgd voor hen. Dus ze zijn ook wel tevreden, denk ik.
Oké, okay, bedankt. Bart Welles, de man die zijn tegenstanders alle kleuren van de regenboog deed zien vandaag. En dan hebben we ook zijn ploegmaat bij ons, die tweede geworden is, Erwin Vervecke. Belangrijke punten voor de superprestige. Bart kan daardoor wat meer uitlopen op Sven Nys. Maar nog belangrijker voor jou, een fantastische prestatie. Hè? Beste dit seizoen. Inderdaad, ja, ik heb eigenlijk van zeg maar twee seizoenen geleden, vorig jaar toch min of meer een kwakkelseizoen gehad. Alleen op het einde van het seizoen met de WK en ja, helemaal op het einde nog wel een paar goede wedstrijden. Maar eigenlijk toch niet wat ik normaal moet doen. En dit jaar ook, het vlotte niet echt. En ik voelde de laatste weken op training en ook wel in de koers dat het eigenlijk wel stilletjes aan de goede richting opging. Maar ja, dan had ik vorige week een versnelling in het wiel gereden, een paar keer lek. En dan tussendoor ook nog wel eens een slechte dag, maar vandaag heb ik het eindelijk dan toch kunnen bewijzen. Ja, je voelde dus echt dat er een ommekeer aan het aankomen zat? Ik voelde me goed op training en ook vorige week Sankt Wendel. Als ik daar mijn versnelling niet in het wiel rijd, dan ben ik zeker bij de 5 eerste en misschien ook op podium. Dus dat was best frustrerend als je niet goed bezig bent. En eigenlijk voelde je wel goed, maar die resultaten komen niet, dan is het heel frustrerend. En gelukkig hebben we dat vandaag toch kunnen rechtzetten. Kan je Sven Nys begrijpen dat hij nooit echt geprobeerd heeft om er jullie af te gooien? Ik had de indruk dat hem niet echt super was vandaag en dan Bart is direct weer weggereden. Dus ja, wat rest hem dan nog? Gewoon te rijden voor de tweede plaats en punten te sprokkelen. En heeft de laatste klim is echt doorgetrokken, maar ik stond er nog aan zijn wiel. Gelukkig maar. En dan in de sport ben ik dan sneller. Hè. Ben jij ook weer vertrokken voor een goede reeks? Ik hoop het. Zal moeten blijken. Nu, zo goed als 2 jaar geleden ben ik niet. Dat besef ik ook. Het zal heel moeilijk zijn. En ik besef ook dat Nys wel eens en ook wel Berde op het moment nog wel beter zijn. Maar ik hoop gewoon stilletjes aan in de goede richting te evolueren. En dan misschien ja, hier of daar eens een koers te kunnen winnen. Oké, okay, bedankt. Gefeliciteerd ook met je tweede plaats, Erwin Vervecke. Bart Welles 1, Erwin Vervecke 2, twee mannen van Spaar Select. Straks na de reclame zijn we terug met Sven Nys. En wij zijn terug op de superprestige veldrijden in Gaveren bij Sven Nys. Sven, derde geworden en belangrijke punten verloren ook in die stand voor de superprestige. Misschien wel belangrijke punten gewonnen als je select bent. En je wordt dan toch nog derde. Ik denk dat je dan regelmatig bent. En ik was hier vorig jaar mijn vierde en toen won ik ook de superprestige. Dus je moet met slechte benen proberen een heel goede plaats neer te zetten. En meer zat er vandaag niet in. Dus ben ik al bij al tevreden, want Bart was vandaag de sterkste. Meteen gevoeld dat het niet echt goed zat ook. Die schuiver al vrij vroeg in de wedstrijd. Dat heeft gewoon te maken met dat je buiten adem zit, dat je verkeerd stuurt. Alles heeft daarmee te maken. En een goede dag dan kun je alles aan en een mindere dag dan maak je overal fouten. Dus dat heeft niets te maken met mijn techniek, het heeft gewoon te maken met dat je een mindere dag hebt. Je zit aan in de start en je voelt gelijk dat die macht niet zo is zoals ze moet zijn. Dus ja, misschien een weekje wat rustiger aandoen en dan komt het wel weer goed. En dan moet je ja, vechten voor die tweede plaats. Je hebt een Vervecke bij je, een Berde. Het was ook heel opvallend dat je niet echt op kop zat van die achtervolging. Nee, maar dat is echt voldoende. Hè. Ik had niet de macht om het verschil te maken. En dan moet je proberen van toch nog zo kort mogelijk te eindigen. En die laatste ronde stond er een cameraman eigenlijk op een verkeerde plaats. En ik rijd er vol tegenaan samen met Erwin. En ik zette nog aan op de klim en Berde die moest lossen. En Erwin kreeg er net niet af, maar ik ben derde en al bij al tevreden. Je weet als je met Erwin naar de meet gaat dat het voor een derde plaats is dan? Niet altijd, maar ja, het heeft niet veel geschoten denk ik. Dan zat hem zat op lossen, maar als je dan mee naar de meet gaat, dan wordt het wel moeilijk. Hè. Ik ben hier niet kapot van. Ik heb gewoon het alles eruit gehaald wat erin zat. En dat was vandaag een derde plaats. Kan jij ons eens zeggen, wat is dat met die Bart Welles? Die is gewoon in vorm en die rijdt goed. Meer kun je daar niet van zeggen. 3 minuten, dat is toch ongelooflijk? Maar je krijgt vleugels als je op kop komt en de concurrentie valt een beetje stil. En het heeft er allemaal mee te maken. In het begin probeer je dat een beetje te kort te houden. Maar dan op een gegeven moment zie je dat je niet kan winnen. En dan probeer ik naar rijden voor de tweede plaats en het valt stil. En Bart die profiteert daarvan en krijgt natuurlijk vleugels. Oké, okay, bedankt Sven. Na de top 3 hadden we Ben Berden op een 4e plaats. Dan de eerste buitenlander, Richard Groenendaal. De eerste Tsjech was Dlask. 6e, dan Sven van Toerenhout. Davy Komijnen, Peter van Stanvliet en Václav Jezek. Op een 11e plaats kwam dan ook nog Tom van Noppen binnen voor Jan Verstraeten. Die was heel knap 12e. Die van de Jan Verstraeten gaan we zeker nog horen. Wanneer hij in zo'n zware cross top 12 eindigt, dan is dat
Ja, dan gaat hij in de andere klossen nog meer laten zien. En kijk eens naar het volk daar in de achtergrond. Daalmans 13e, ploegmaat van Verstraten. 14e was Maxime Lefebvre. 15e de Nederlander Van Geels. 16e Seco. Meer namen zag u niet in beeld. Er zijn ook niet meer renners aangekomen. Met 35 zijn ze hier van start gegaan. Met 16 zijn ze aangekomen. 21 renners heeft Bart Welles gewoon naar huis gereden. Meer dan 3 minuten 15 voorsprong. Ruddervoorde is achter de rug. Dat is gewonnen door Welles. Sint-Michiels-Gestel werd gewonnen door Nijs. Voor Welles, de stand was toen gelijk. En na Gaveren is Bart Welles de nieuwe leider. Na de derde manche. Gieten komt. Bart Welles is de nieuwe leider in de Superprestige. Hier zien we dat duidelijk. Heeft nu een voorsprong van 9 punten op Sven Nys. Sven van Toerenhout blijft derde, 56 punten. Berde vierde, Groenendaal vijfde. En dan Vervecke, die sluipt zo langzaamaan naar boven. En wees maar gerust, hij komt nog dichterbij dan Van Oppen, Lask, Daalmans en Van Standvliet. Zo ziet de top 10 eruit in de stand om de Superprestige. Superprestige.